ben letterlijk uit bed gestapt, snel kleren aangetrokken en naar buiten gerend. Omdat ik iets heel belangrijks ben vergeten voor de reis, namelijk eten kopen. Als ik van 10 tot 4 op een boot zit, dan heb ik best wel iets te eten nodig. En meestal hebben ze op de boot alleen maar candy bars of chips of zo. Ja, sorry, maar daar kan ik niet op leven. Dus ik ga nu super snel naar de supermarkt, hopen dat die open is om 8 uur 's ochtends. Ah, fingers crossed. Yes, gelukt. Ik ga je op de boot laten zien wat ik allemaal heb gekocht als mijn trip snacks, mijn healthy trip snacks. En ik ben nu aan het ontbijten met havermout. Ja, daar heb ik ook nog tijd voor. Amazing! OMG, OMG, OMG. Weet je wat ik net vind? Ah! Ja, jammer genoeg niet mijn SD-kaart, maar op zich ben ik hier ook wel blij mee. Weet je waar die lag? Kijk hoe sneaky dit laadje is. Ik weet niet, het ging gewoon zeg maar helemaal aan mijn blik voorbij. Maar blijkbaar heb ik hem aan het begin hierin gedaan. En toen dacht ik net, oh, eventjes alles checken of ik niet iets vergeten ben. Boom! Ik heb mijn sport-BH's terug. Check even hoe laat het is. Weet je hoe laat ik klaar moet staan? Om 9 uur. Dit is echt schandalig. Jullie gaan me gewoon niet meer geloven als ik zeg dat ik een te laat kom probleem heb. Misschien moet ik een keer expres te laat komen. Nee, een grapje. Bij mij is dat ook echt zo'n glijdende schaal. Als ik het dan 1 keer doe, dan is er geen houden meer aan. Dus ik hou deze winning streak maar vast. Ik vind het trouwens echt heel grappig. Dat was een comment. Ja, bedankt voor je tip om de klok vooruit te zetten. Dat was niet mijn tip. Ik heb van jullie geleerd. Thanks, hè. Zal ik je eens een grap vertellen trouwens? Tijdens mijn burn-out, ik bedoel, ik noem het af en toe, hè. Ik hoop niet dat ik het te vaak noem, want ik wil niet bekend staan als het burn-out meisje of whatever. Maar ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Tijdens mijn burn-out had ik, serieus, een fobie voor te laat komen. That's right. Ik kwam echt overal een uur te vroeg aan en ja, ik kon fysiek, ik werd gewoon heel erg overstuur als ik ook maar dreigde te laten komen. En op de verjaardag van Masha van vorig jaar, toen we naar Walibi waren bij de Fright Nights, toen waren Stefan en ik 10 minuten te laat. En Masha had van tevoren gezegd, niet te laat zijn, we moeten als één groep moeten naar binnen. En Stefan, die is ook een chronische te laatkomer, die had er dus voor gezorgd dat we 10 minuten te laat waren. Nou, ik stond te janken daar. Niet bij die groep hoor, maar voordat we naar binnen gingen, ik was echt helemaal... Echt gewoon dat je bij jezelf denkt, what is wrong with me? Maar ik vond het toen zo erg. En ja, ik wou dat ik kon zeggen dat ja, is gebleven, maar dat is niet zo. Toen ik eenmaal weer beter was, toen ging ik gewoon weer vrolijk door met te laat komen. Maar nu... gaat het weer helemaal goed. En nu is het vanuit een hele goede motivatie, als in dat ik het gewoon zelf wil en dat ik zelf denk dat het iets goeds is. En het helpt sowieso al heel erg dat ik er überhaupt over nadenk om op tijd te komen. Daarvoor dacht ik altijd, rond ongeveer deze tijd, En nu denk ik echt, nee, dit is belangrijk, dit wil ik echt heel graag doen. Dus thank you. Dat komt zeker ook door al jullie verhalen over hoe vervelend jullie het vinden of andere perspectieven van waarom je dan te laat komt. Thanks. Ik zit in de boot en ik hoop deze hele rij voor mezelf te hebben. Dit zijn de snacks die ik heb meegenomen. 2 zakken popcorn. Popcorn is in principe clean, omdat je alleen zeg maar de korrel poft met olie. En ja, als je niet te veel olie gebruikt, dan is het helemaal oké. Natuurlijk met zout, dus niet met suiker of karamel of iets. Dan hebben we... uiteraard mijn geliefde geroosterde bonen. Hier heb ik 4 zakjes van meegenomen. Ik had vorige keer 2 mee en dat vond ik toen toch echt te weinig. En ik ben vandaag ook nog langer onderweg. En dan heb ik nog... dit. Een banaan. En nog een banaan. Dus ik heb 2 bananen gekocht. Bananen zijn echt voor energie en ze vullen heel goed. De bonen zijn de proteïnes, zeg maar. Dus als je... trouwens, zal ik je eens een beetje vertellen? Heel veel mensen eten als tussendoortje 's ochtends of 's middags om 10 uur of om 4 uur 's middags, eten ze een stukje fruit. Dus bijvoorbeeld een appel of een banaan of iets. Maar dat vult niet altijd even goed. En dat komt omdat er dan te weinig proteïne bij zit. Ik zou zeggen, eet een keertje die appel met of die banaan met een handje noten erbij. En dan ben ik benieuwd of je daar een stuk voller van zit. Want bij mij werkt het erg goed. En ik heb mijn collega's ook aangesmeerd toen ik nog werkte. Dus dat is even een beetje tussendoor. Dus als ik bijvoorbeeld een snack eet, dan eet ik dus en die bonen en die banaan bij elkaar. Dat vult gewoon beter dan alleen die banaan.
A Hood Grown Production. I see her from across the room. She a bad one. She a bad one. I see her from across the room. She a bad one. She a bad one. I see her. Het is 3 uur, we zijn aangekomen in de haven Suratani, dat is het overstappunt naar het vasteland. En zitten nu in de bus naar Krabi. Het is zo relaxed de bus. Wat, check deze wapenstoelen. Je kan echt heel ver naar achter, kijk of je kan zien. Plus het windstukje komt dan omhoog, maar aan de andere kant. De teamsong van vandaag is Eat, Sleep, Ride, Repeat. Eat, Sleep, Ride, Repeat. Eat, Sleep, Ride, Repeat. Oké, ik ben gedropt op een of ander wazig busstation. Blijkbaar was dat de eindstop en toen moest ik weer een buskaartje kopen. Maar gelukkig zijn team me wel af bij mijn guesthouse. Dus ik hoop maar dat ik goed terecht kom. Ik ben aangekomen en het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ik heb een super simpele privékamer voor mezelf genomen, omdat het even duur was als een hostelbed. En ik dacht, of ik slaap met andere mensen of ik slaap in een simpele kamer bij me, myself en I. Er schijnt hier een food night market te zijn, dus kom, we gaan even kijken of we iets kunnen eten. Ze hebben een of andere culturele markt of zo. Kijk hoe schattig! Oh, wat ben ik toch gek op food night markets. In Taipei hadden ze echt de beste. Maar deze is ook wel erg cool. Ik heb nu een meloen shake genomen. En ik kom zo nog eten aan. Geroerwerkte groenten met tofu. En een groene currysoep met groenten. Oh-oh. Ik heb iets gedaan wat ik niet meer zou doen. Ik heb geshopt. Ik vond dit shirt zo tof. Dit is zo typisch Aziatisch, dat same same. En op de achterkant staat... Oh, dit is zo typisch. I love it, but different. Dat zeggen ze dus altijd. Same same, but different. En dan weet je helemaal niet wat je krijgt. En dit superleuke shortje met olifantjes. Ik ben gek op olifantjes. Ik denk dat ik misschien nog meer dingen met olifantjes ga halen. Love it. En hij kan zeg maar hoog op je zij, zodat je met hem crop top kan dragen. Of hij kan wat lager en dan wat stoerder. Hij is echt, ik ben zo verliefd op deze short. Ik vind hem zo leuk. Nope, I have nothing to say for myself. Het is 2:30, ik ga slapen. Ik ben morgen belachelijk vroeg op. Ik ga risico nemen, want de eerste bus die naar het vliegveld gaat, die gaat om 7:00. Mijn vliegtuig vertrekt om 9:00. De bus doet er 20 minuten over. Dus ik zou er theoretisch gezien om 7:50 kunnen zijn, wat nog 1,5 uur voor vertrek is. Het alternatief is dat ik een taxi neem, maar ik kies er nu voor om dit risico te nemen. Dus we gaan het zien. Ik moet morgen om 6:45 al klaar staan bij de bushalte. Het is een kwartiertje lopen, dus ik ga hier om 6:30 weg. Als je morgen ook mee op reis wil, klik dan hier om je te abonneren. Hier kan je alvast de vorige aflevering zien, mocht je dat willen. Of oude afleveringen terugkijken met afspeellijst. Doe als je al geabonneerd bent. You rock. Ik zie je morgen weer. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.